Hallo iedereen, welkom weer bij een nieuwe video. Ik heb buiten de opnames ook nog eventjes de tools gemaakt, stenen tools. Want die zijn natuurlijk iets beter in. Ik heb net geslapen, dus dan is het normaal gezien ochtend. En ik ga vandaag, zoals ik beloofd had, naar dat eilandje daar iets verderop. Dat ik aan jullie beloofd dat we dat gingen doen, omdat. Ja, daar hebben we nog niet geweest en dat kunnen we dan ook eventjes verkennen, want ik heb nog niet alles hier verkend en ik heb trouwens geen eten bij. En het begint ook te regenen. Oké, dan pak ik dit nog even mee. Dat is echt heel handig voor papier en suiker. Voilà. Kom op. Oké, hier is niet heel veel te zien, maar ik dacht het is wel leuk om eens te kijken. En daar is ook nog een klein eilandje. Oké, hier is nog allemaal dingetjes om te bekijken. Ik weet niet wat we hier eigenlijk allemaal kunnen doen, maar. Oh, schapen. Oh. En jullie moeten trouwens nog een kleur. Laten weten voor mijn bit in de comments, want ik had een bit gemaakt buiten de opnames. Want ja, het schapen zoeken, dat duurde heel lang. Beter dat ik even hier naartoe was gegaan. Dat had iets handiger geweest. Nu heb ik al 4 wol. Kan ik nog een beetje mee maken, maar dat is niet echt nodig, denk ik. En ik heb ook al 4 XP, dat is ook al super goed. Even kijken, hè. Wat is hier allemaal te beleven? Ik ga even trouwens mijn pickaxe opdoen aan al dit hout hier te hakken. Het is wel leuk hout waar ik nog weer een stukje ander van mijn huis kan uitbreiden. Oh, hier is nog een stukje hakgebied wel. En dan gaan we dan het huis groter maken, stukje. Of we gaan minen, maar dat weet ik niet of dat dan nog kan, want. Oh, ik heb trouwens geen eten meer. Oh, even kijken of dat ik nog. Oké, jawel, ik heb heel veel eten. Rauwkippie. Oh, nu ben ik ziek. Dat was niet de bedoeling. Geeft dat nu nog damage of niet? Oké, het is al bijna terug uitgewerkt. Oké, nooit rauw vlees eten, mensen. Oké, we zijn hier bijna klaar met alle bomen hier weg te doen. Zou ik eens in een video al deze bomen hier weg doen of buiten de opnames? Dan heb ik wel heel veel hout. En als we genoeg steen hebben, dan kunnen we misschien ook nog een kasteel bouwen. Waar dat we dan. En ja, ik heb ook nog touw nodig voor bogen te maken. En dan kunnen we vanuit de toren dan de mobs beschieten. Oké, ik heb al bijna genoeg hout. Oh, dit is zeker genoeg. Waar staat mijn bootje? Ik denk dat die daar ergens stond. Bootje, hallo? Ben ik mijn bootje kwijtgeraakt? Ik heb die daar expres laten staan, zodat ik nog weer. Ah, oké. Vio, ik dacht even dat ik mijn bootje kwijt was. En dus ook mijn huis. Oké, zo eventjes omvaren. Eventjes terug zijn, want ik moet even een overtje maken. Wow, dat is echt lastig om een boot te besturen.
my god. Het is echt... Oh, daar zit een hondje op mijn eiland. Of een wolf. Hond. Weet ik veel hoe dat jullie dat noemen. Oké, heb ik mijn bootje? Ik denk van wel. Ik ga die nog bijhouden voor als ik botten heb. Van mijn skeletten of zo. Nu ga ik even een oventje maken. Dan kan ik mijn eten koken. Ja, oké. Hier. Voilà, dan heb ik een oven. Hoe maak je trouwens een rookoven? Oké, maakt niet uit. Dan heb ik ook een rookoven. Dat gaat net iets sneller. En dan zet ik die net hierboven. Komt er trouwens ook rook uit? Dat weet ik niet. Oh nee, ik heb niet genoeg. Oké. Dat was misschien niet al te handig. Om geen kool te hebben. Voilà. En dan doen we dit hierin. En deze daarin. Oké, dan zie je dat ook. Oh, dat ziet er ook helemaal anders uit. Ik dacht dat er ook rook uit kwam, maar dat weet ik niet goed. Oh, het is aan het regenen. Oké, ik denk dat ik even mijn dingen ga legen, mijn inventory. Dan neem ik wat eten mee en dan... Ga ik minen. Even wat steen weg. Steen neem ik trouwens nog wel mee voor bouwblokken. Oké, voilà. Oh, niet de bedoeling. Zo. En deze hier. Oh, ik heb nog kool nodig. Oh, dat is al bijna klaar. Oh, het is al klaar. Oh, dat wist ik niet dat dat zo snel ging. Kan dat niet branden of zo? Oh, daar heb je denk ik gewoon hout voor nodig. Even kijken. Waarom werkt dit niet? Is dat nieuwe update of zo? Kan je geen steenkool meer krijgen of zo? Oké, laat het even weten in de comments hoe dat zit, want dat weet ik dus niet. Of ik ben blijkbaar te dom dat ik dat niet weet. Of het werkt gewoon niet. Laat het even weten in de comments, want ik snap er echt geen balkjes van. Wacht, dan doe ik dit hier en dat daar. Deze kan dan wel even in mijn inventory. Deze hier en deze hier en deze hier. Oké, jongens, ik ga minen. Wacht, nee, de volgende dag ga ik denk ik minen. Oké, ik weet het niet. Want ik heb ook geen torches. Dus ik kan ook niet echt minen en zelf mine maken. Want ja, ik heb geen torches en dat is heel moeilijk om dan te zien in het donker. En ons doel is om vandaag iron te fixen. Oh. Eta. Voilà. Ik heb even wat gegeten, dan kunnen we weer verder. Oh, oké. Wat is dit? Hallo? Oh, ben ik hier? Oh, cool. Nee, ben ik nog niet geweest, denk ik. Oh, was dat letterlijk Annie? Oh, koper. Is dat ook zeldzaam? Kan je dat met een stenen pickaxe hakken? Ja, kan. Oh, dat is cool. Ik
ga er koperen blokken mee maken, denk ik. Oh ja. Ik heb 2 kolen, nice. Er was echt maar 1 zo'n dingetje. Oké. Niks gebeurd. We komen waarschijnlijk nog wel ergens anders kool tegen. Maar ik weet dus niet of het een nacht aan het worden is. Ja, het is een nacht aan het worden, denk ik. Ja. Oké, ik ga de volgende dag weer verder minen. Dan ga ik even slapen. Als ik terug mijn huis vind. Hallo, mag ik hierop? Dank u. Aha, ik denk dat daar mijn huis is. Wat is dat? Oké, dat was even heel random. Ik ben echt een noob. Ik kan niet eens een spion killen. Oh. Er is ergens een enderman. Dat moeten we niet hebben. Even te slapen. Oké. Ik ben terug wakker. Spanpunt is ingesteld. Even uit de deur, dank u. Oké, ik kan die skeleton daar even killen. Die dropt pijl en boog. Die pijl, die dropt alleen pijlen. Oké, ik heb geen zin in deze. Ik laat ze even doodbranden. En ondertussen ga ik even wat eten. Dan krijg ik ook wat hartjes erbij. En ik stop in de plaats van dat het kool erin. En dan, oh ja, ik kan die dingen timmen. Of zou ik boommeel maken? Ik denk dat ik die hond ga timmen. Die beschermt mij. Oké, die branden lekker dood. Oké, die is daar. Ah, Doko. Ben je nog altijd niet mijn vriend, Jezus? Kruipaar, kom dan. Stomme hond. Hey, Mattie, kom. Nog meer skeletten gaan killen, denk ik. Oké, die skelet is weg. Jongens, ik denk als ik die hond heb getemd, dat de video is afgelopen. Als ik dan tenminste iets vind waarmee ik dat kan temmen. Visjes, van visjes krijg je normaal gezien ook potjes. Dus. Oké, ik zit vast. Omhoog, ja. Vissen, oké, heb ik niet veel aan. Visjes, daar heb ik heel veel aan. Oh. Ik dacht even dat ik dood was. Voilà. Omhoog, nee, omhoog zeg ik u. Oh. Oh, de schildpad. Oké. Ga maar in het water. Oké, dat gaat toch nooit werken. Zolang dat die hond of wolf, hoe dat je het ook wilt noemen, op mijn eiland blijft, is het goed. Oh, suikerriet. Handig. Weet je, ik heb er nu superveel van, hè, dus
Wat ik kan doen is, ik kan een suikerrietvorm maken. Oh, potjes, potjes. Oh. Iets meer omhoog. Ligt het niet aan mij of hebben die nog altijd geen botjes gedropt? Volgens mij droppen alleen de grote botjes. Ja! Ik zeg botten. Of een bot. Waar ben ik beland? Oh, ook naar hier. Hondje, kom, kom. Oké, dat moet 100% genoeg zijn. Als ik geen getemde hond hiervan krijg. Man! Hoeveel honger heb jij wel niet? Jesus Christ. Jezus Christus, manneke. Oké, dan ga ik heel veel botjes verzamelen gewoon. En dan voeder ik ze allemaal tegelijk. Ik kan niet meer sprinten, ik heb veel te veel honger. Voilà. Oh, dat zijn veel botjes. Voilà. Hondje, 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 hondje. Ik heb potjes voor jou. Kom maar. Ja, je bent mijn hondje. Kom. Kom. Laat ook even zeker in de reacties achter een kleurtje voor zijn halsband. Ik heb hier al gele bloemen en zo. Maar hondje, kom maar mee. Ik ga nu naar binnen. En mijn hondje, laat ook even een naam weten voor het hondje achter in de comments. En dan zie ik jullie tot de volgende keer. Dag! Like en abonneer. Tot de volgende keer!